Steven, kijk, wij hebben zeg maar een ding dat als je te laat komt bij sporten, dan moet je meestal wat water in. En hier staat hij, jongens. Hij staat hier voor mijn neus. En dit is zo'n idioot lijpe bak. En ik word hier helemaal bloedje geil van. Zijn je er klaar voor? Proost. Proost. Gaan we altijd? Ja. Kijk eens. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik weer vloggen. En vandaag is het ook een fantastisch mooie dag met een blauwe lucht. Dus ik ben alweer helemaal vrolijk. Ik slaap deze week trouwens in Haarlem, want Jorn en Melanie die slapen bij Gio in het huis. Omdat die zijn aan het, die zijn aan het zorgen voor de eendjes en voor de katten. Maar er komt vandaag een special guest sporten, jongens. Een speciale gast. Ik ga nog niet zeggen wie het is, maar ja... Ik heb hem lang niet meer gesproken, ik heb hem lang niet meer gezien. Dus ik dacht, we gaan gewoon een keer lekker samen sporten. Dus ja, hij is wel iets later, zei hij. En ik ben benieuwd hoe Hidde daarop gaat reageren. Aangezien meestal als je te laat bent, dan moet je gaan zwemmen. Hopelijk hoeft die gast niet te gaan zwemmen, want dat zou een beetje raar zijn. Maar we gaan nu naar Haarlem, let's go! Kijk eens waar we zijn aangekomen. Goedemiddag. Ik wilde eigenlijk zeggen goedemorgen, maar ja, kijk, dat ik nou net wakker ben, dat heeft natuurlijk niks met jullie te maken. Ik was hier om 7 uur al, voor mij is het al avondgast. Ja, nee, voor mij, ik zeg maar, ik ben wel redelijk net wakker. Ja? Maar de special guest die vandaag komt, ja, die is iets later. Ja, daar moeten we iets op verzinnen. Dat kan niet. Ja, kijk, ik zei om hem nou te laten zwemmen bij de eerste keer, ja, weet ik eventjes niet. Hoezo? Of wil je hem wel gewoon laten zwemmen? Sowieso. Ja, we kunnen gewoon scheid hebben en laten we gewoon zwemmen. Ja, dat moet wel. Maar kijk, eerst... Even ja, lekker wakker worden met een bakkie. Proost, jongen. Proost. Wat vind je nou van eigenlijk? Ja, ik zeg maar ben dat wel weer vereerd eigenlijk. gewoon te laat, hè? Ja, dat is wel even een ding, Steven. We moeten het even over hebben, ouwe. Dit is jammer. Eerste is indruk. Nou, kijk, ja, die eerste indruk. Hoi. Steven, kijk, wij hebben zeg maar een ding dat als je te laat komt bij sporten, dan moet je meestal wat water in. Ja, ik heb gewoon een zwembroek, snap je? Kijk. Nee, maar omdat het de eerste keer is. Ik wou zeggen, dit is nieuw. Dit is nieuw. Ik ben heel onbekend in Haarlem, zie echt een doolhof. Ja, en nee. Dat het minder ver was. Want jij hebt gezegd dat het heel dichtbij is. Oké, we matsen hem. Ja, we matsen dus eigenlijk hem. Moet jij het water. Omdat ja, jij te laat. Ik vind dat hij gewoon valse informatie heeft gegeven. Dus jij moet het water. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Kijk. En wel nu. Steef, dit is voor wat meer grip. We schudden voor gebruik. Ja, Steef, handjes open. Wat is het? Ja, dit is choke. Nee, dit is goed. Het heeft meer grip. En met bijgeluiden. Dat doen we een avondje samen en dan doen we het in kort. Ja, ja. Dan moet je nu even smeren. Het lijkt wel echt inderdaad op... Een soort van melk. Ja, ja, nou, dat ene is... Moedermelk. Nee, dit is toch magnesium, zo'n vloeibare magnesium. Ja, liquid chalk, oh ja, vloeibare. Ja, dus dan wordt, dus kijk, het wordt straks, het wordt straks wit. Het ziet er gewoon heel erg raar uit. Dus als je dit op de handen krijgt, dan lijkt het een beetje na het op wat Steve zei. Een beetje melk. Ja, hij is gewoon elkaar, dat is voor dezelfde. Ja, hij is gewoon, ik heb mijn bouw gewoon mee. We zijn klaar met trainen. We hebben lekker gebankdrukt, schoudertjes gedaan. Maar we gingen vandaag geen benen doen, want morgen moet ik weer voetballen met Creators VC. En als we dan benen gaan doen, dan kan ik niet meer lopen. Maar goed, we gaan even lekker een broodje halen, want ik heb ook nog niet opeten. Steve, wat ben jij een sterke jongen, zeg. Het is zo niet normaal. Ja, ik wil het zeggen, weet je wel. Hey. En moet je nagaan, ik deed altijd met één arm op vandaag, hè? Ook. Ja. Maar wat vind jij trouwens van het weer? Lekker. Toch? Wel goed weer. Ja, goed dat je erover begint. Ja. Ik had het nog niet gehoord in de vlog van vandaag. Ja, nee, zonnetje, af en toe een bewolking. En ook zon ook. Mm-hmm. Wat is de temperatuur? Wat was de? 18, 19, 20. Afhankelijk of je in de zon of in de schaduw staat. Mm-hmm, oké. Okay. Maar over het algemeen, ja, best wel. Mooi. Prima. Nou, ik dacht, we beginnen er even over. Hoogste drukgebied van deze kant op de auto. Zo, Steve die stapt ook weer de auto in. Ah! Hatsenflats, ik stap ook lekker de auto in. En ik ga nu richting Rotterdam. Ik ga lekker naar Rotterdam. En wat ga ik in Rotterdam doen? Danny, die heeft een nieuwe auto. En Danny heeft een nieuwe auto, maar niet zomaar een nieuwe auto. Hij heeft een GT3 gekocht. Een 992 GT3. En een GT3 is mijn droomauto. Dus ik moet die auto gaan zien. Het is een bizarre kleur. Jullie gaan het straks zien. En hij heeft ook een nieuw huis. Ik weet niet of hij dat gefilmd wil hebben. Volgens mij wilde hij dat niet gefilmd hebben, maar goed. We gaan sowieso gewoon lekker chillen in Rotterdam en ik ben zo erg benieuwd naar die auto, dus let's go! En ja, ik moet ook tanken. Dat is het enige nadeel van naar Rotterdam rijden, dat het heel veel benzine kost en tank. Ja jongens, dit moet ook gebeuren, helaas. Echt jongens, een auto is hartstikke leuk, het geeft je veel vrijheid, maar het kost je ook bakken met geld en helemaal het tanken. Maar goed, hè? Meer voordelen denk ik dan nadelen.
Kijk jongens, we zijn er weer. Rotterdam Centrum op de Erasmusbrug. En dit blijft ook altijd een mooi aanzicht hoor jongens. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik blijf Kop van Zuid wel echt de vetste plek van Rotterdam vinden. Die hoge gebouwen. Het lijkt een beetje op New York hier. Aangekomen in Rotterdam bij Dennert. En hier staat hij jongens. Hij staat hier voor mijn neus. En dit is zo'n idioot lijpe bak. En ik word hier helemaal bloedje geil van. Jongens, de 992 Porsche GT3. Holy shit. Hij is zo hard. Die kleur ook. Zwarte velgen. Gele remklauwen. Van binnen gele gordels. Oh, wat een bak. Dennert. Hallo. Maatje, gefeliciteerd. Dankjewel, Finn. Zeg maar, wij hebben elkaar leren kennen natuurlijk. Door de Porsche GT3, ja. Door de Porsche GT3. Dus ze zijn weer herenigd. Eigenlijk moest je hem gewoon terugkopen. Moest? Ja, ik heb hem niet teruggekocht, andere gekocht, maar... Ja, zeg maar gewoon een andere terugkopen, zeg maar. Maar ik even sleutel vind, dan voel ik misschien nog echt beter als ik het doe, zeg maar, die manier. Oh, dat is ook heel erg hard. Ik ga nu even zo'n thumbnail maken, Dan, en dan zeg ik mijn nieuwe auto. Nee, jongens, kijk, dit is ook heel vet. Kijk, de sleutel, die is gewoon mee, helemaal meegerapt, zeg maar, in de kleur. Kijk, de binnenkant is helemaal nieuw, nieuw stuur. Daar is helemaal een display. Het is zo dik. Ik weet niet of jullie het goed zien. Ik ga even proberen in te zoomen. Maar er vaart hier dus een bus op het water. En jij lult uit je nek. Hij straks het water ergens op. Ik weet het 100%. Ik denk dat hij daar het water op rijdt. En dan gaat hij daar stilstaan. Maar hij rijdt het water daar straks op? Of rijdt hij het land op? Hij rijdt het land op, ja. Dat bedoel ik. Het ziet er zo raar uit. Gewoon een bus. Hè? Maar echt geen geintje. Hoe noem je dat ook alweer? Dat zeg maar als een waterbus? Nee, zo'n transformer. Transformer. Ja. Zo dat hij opeens hij is er bijna dus. Nou, ik ga het zien, maar het ziet er heel raar uit. Ik dacht van is er nou een bus in het water gevallen? Maar blijkbaar is het dus een bus die kan op het land en in het water. Ik geloof er echt geen drol van, maar goed. Nou Dan, hè? Jij nu ik ook kan lekker. Nog steeds rekenen. Eindelijk een huisje hier ook op Kop van Zuid. Een huisje op Kop van Zuid, ja. We hadden een droom van. Ja, serieus? Absoluut, ja, ik wil altijd hier wonen. Voor de eerste keer dat ik hier kwam, wilde ik hier wonen. Lekker man. En nu woon je er, Dan? Nu woon ik er. Eindelijk een huisje bij Kop van Zuid. En onze auto terug. En de GT3 terug. En we gaan lekker eten vanavond. Oh, weer, ja. Oh. Dennert. Mikasa Zoekasa. Wauw. Jongens, veel van jullie vroegen bij onder de comments van Gio en ook bij mij van, yo, waar woont Danny nou eigenlijk? Nou, in Rotterdam. Kop van Zuid. Kijk eens eventjes jongens. Wauw, maar dit blijft wel heel erg vet. Ja, die kranten liggen trouwens op de grond. Dat is een beetje hoe de inrichting gaat worden. Maar kijk eventjes het uitzicht jongens. Wauw. Kijk. Daar de Erasmusbrug. En hier gewoon, het is eigenlijk een beetje hetzelfde uitzicht als wat Gio had. Alleen Gio zat iets meer naar rechts. Wauw, kijk. Ook nog eens een heerlijk balkon. En het heerlijke uitzicht zo. En Gio die zat meer daar aan die kant. En die keek zeg maar meer op dat uit. Ja, het is echt lekker jongens. En ik zeg, dit is ook echt iets waar ik ook heel graag zou willen wonen op zo'n plek. Op zo'n hoogte ook. Lekker uitzicht. En ik heb altijd een beetje het gevoel bij dit soort appartementen. Dat als je dan binnenkomt hier, dat je echt lekker binnenkomt op je eigen plek. Lekker, niemand meer om je heen. Heerlijk. Nou Dennert. Start hem maar Dennert. Wacht, ik ga er even achter staan. Kom maar. Hij is gestart. Oh, hij is al gestart? Hij is al gestart. Oh, oké. Perfect. Maar goed, wat wij gaan doen, de planning is, wij gaan eventjes naar de Bijenkorf. Want ik heb een cadeaukaart. Oh ja, ik heb een cadeaukaart van 312 euro. Omdat ik had schoenen gekocht, maar die waren helemaal kapot gegaan. Op een of andere manier. Dus ik had een cadeaukaart en we gaan eventjes kijken of er misschien wat leuks is. En daarna gaan we lekker eten bij Encore. En Dan, we laten het nu op camera zeggen, normaal doen. We gaan ook zeker normaal doen. We gaan normaal doen. We kunnen naar huis rijden, we kunnen niet de auto laten nee, staan. Nee, daarom. Dus we gaan normaal doen. En wat ik bedoel met normaal doen, vorige keer gingen we ook naar Encore en het is best wel een leuke tent, weet je, lekker muziekje. En vorige keer zeiden we van oké, we gaan alleen rustig eten, we gaan niet te gek doen en uiteindelijk was ik om 9 uur 's ochtends was ik thuis. Oftewel, was er toch echt iets fout gegaan? Nou ja, of niet, dus het was een leuke avond gehad. Ja, oké, het was wel gewoon leuk, maar... Ja. Oh, kijk. Ja, Hij is weer terug. Ik zei dat ook al tegen Danny. Ik heb al gelijk in deze auto weer gelijk weer lach op mijn gezicht. Aangezien het gewoon echt gewoon... Ja, mijn droomauto gewoon. De GT3. Ja. Ja, kijk. Ik snap dat je er zuinig op bent. Er was vogelscheid op zijn raam of op zijn lak gevallen. En dan moet het er gelijk af. Hey Dan. Ja.
Kijk, kijk Dan. Maar Dan, kijk. Hoezo betaal je eigenlijk zoveel geld voor zo'n auto als je net zo goed ook gewoon deze kan doen? Die hebben echt precies dezelfde kleur. Hey Dan. Ja. Kan je nog wel normaal over straat, aangezien je nu zo bekend bent ook, hè? Bekend, nou toch? Vriend, doe even normaal. Doe even die pet. Heb je een bril bij je, Dan? Zonder bril had ik maar meegenomen eigenlijk, hè? Iedereen was gefoten. Ik kwam net iemand naar ons toe, die zei zo van, hey, jij bent toch Vincent? Ik zei zo ja. En zei hij van, en dat is vast Rick. Zie je, je lijkt dus echt wel op Rick, Dennert. Je kan het nu niet meer ontkennen. Ja, ik vind het dus gewoon een hele harde kleur, Dan. Als jij nou die doet, dan doe ik deze. Huh? 3. Ben je 38? Ja. Ik heb dus €312 wat ik moet uitgeven, dat is mijn cadeaukaart. En ik ben bang dat als ik het niet ga doen, dat ik het dan weer kwijt ga raken en het nooit meer ga uitgeven. Dus ik denk, ja, dan ga ik maar... Dus ik ben nu eigenlijk aan het zoeken naar iets om te kopen. Ik heb iets gevonden hoor. Een Palm Angels trui met een beertje met zijn hoofd eraf. Maar goed, deze is ongeveer dat budget. Dus dan ga ik deze even passen. En als deze vet is, dan doe ik anders gewoon deze. En het is een beetje een soort van loose fit. Het is best wel. Het zit eigenlijk helemaal niet strak om me heen. Maar het is een S'je. Maar ik vind hem eigenlijk wel dik. Dus ik ga hem lekker doen gewoon. Kijk even, deze kleur. En deze kleur. Ik zeg al, als ze die erbij doen ook. Nee man. Nee man. Oh. Het kan echt niet. Ik ga wat de volgers ervan vinden. Maar echt. Dan heb je een perfecte outfit. Dan past alles bij elkaar. Het zou wel heel dik zijn. Ik zal elke dag in hetzelfde outfit lopen. Ja? Ik zou elke dag die aantrekken in die trui, ja. 100%. Oh. Hij staat er wel weer lekker bij hoor, Dan. Lekker, hè? Oeh. Ja, Dan, er zit weer scheid. Ja, laten we bij Pixel wel af dan. Nee, ja. Moet nu eraf. Mag ik trui gebruiken? Oh, lekker geluid, hè? Even geduld, dan kunnen we hem doorjagen naar 9000 toeren. Ja, hij mag hem nog niet doortrappen, want hij moet hem zeg maar eerst nog een soort van een beetje inrijden. Hoe lang moet je inrijden? 15? Ja, dus nog 1100 kilometer. 1100 kilometer inrijden, want hij mag nog niet boven de 5000 toeren komen. Maar goed. Hey, we hebben een beller. Oh. Heb ik nu verpest, Vin? Je hebt echt verpest. Ik wil zeg maar heel cool laten zien dat we allemaal coole fashion sushi dingetjes hadden. Maar goed. Maar er zit daar een milde azen. Ja, dat is lekker. Ja. Kom maar bij zitten. Kom dan. Kom chillen, bro. Nou, ik ben op date met een heel speciaal iemand. En ik kwam heel toevallig tegen. Hey. Hey, wat een knapperd. Wat gezellig. Niet doen. Nee? Oh, niet zo. Niet, is het iets te veel flirten? Ja, ik vond het een beetje op. Oké. Kijk eens eventjes. We zitten lekker buiten. En lekker. We hebben net de laatste ronde besteld. Zonder drankjes. Ja, zonder drankjes. Want dan moeten we straks weg. En we hebben de laatste ronde eventjes besteld. Dus we hebben 4 biertjes besteld. 1, 2 voor mij en 2 voor jou. Eentje gaan we weg atten en de andere gaan we even rustig opdrinken. Toch Rick? Ja. Goed plan. Zit die andere ook maar hier neer? Ja. Zijn je er klaar voor? Gaan we atten? Ja. Kijk eens. 3. Vin. Kut. Proost. Jij hebt wel verloren nu eigenlijk, hè? Ja, nee, is kut. Nu moet jij er 2 atten, vind ik. Ook. Ja. Dat vind ik ook. 3. 2. 1. En hij is leeg. Ja, cheers. Rick, je stelt me teleur. En we gaan weer lekker richting huis. En voor de mensen die denken dat ik nog ga rijden, ik ga niet meer rijden. Ik slaap lekker hier in Rotterdam. Verstandig. Danny is verstandig. Hij is vandaag de Bob. Dus Danny heeft niks gedronken. Rick en ik hebben wel wat gedronken. Maar we vonden het gewoon grappig om even 2 biertjes snel achter elkaar op te drinken. Want het was de laatste ronde en het restaurant ging sluiten. Dus we dachten, let's go! Zijn we sneller dan Danny? Nee. Fuck! Nee! Ja, geluidsoverlast. We zijn eerder, jongens. We zijn eerder. Dan? Leuk omdat jullie er zijn in mijn nieuwe appartement. Dus laten we even een drankje erop doen. Het is jouw momentje, Pik. Hey. Het is een momentje van ons allemaal, we doen het z'n allen. Voor jouw huis dan. Eerste borreltje in het huis, Dan. Zo moet je het zien. Dat zeker. Eerste borreltje in het huis. Ah, Vin, hou die lamp even op. Is wel handig eigenlijk. Het is Genk, ja. Ja. Wonderen, zo jongens, ik ben nu aan het editen en ik zag dat ik niet meer heb afgesloten. Het was uiteindelijk een hele leuke avond. We zijn nog even een tijdje bij Danny doorgegaan. Hebben nog een beetje wat gedronken, dus ik ben vergeten af te sluiten. Maar vond je deze video nou leuk, laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.